En 2.4, dat gaat over iets dat heet Videomation. En jullie hebben eigenlijk al een filmpje gezien over videometer, waarbij een kerel met een pingpongballetje bezig was en die liet hij zo vallen. En er waren allemaal strepen op dat ding. En als je gaat kijken naar een filmpje, je weet dat een filmpje loopt gewoon om een bepaalde tijd. Dus je zou zeg maar tussen de frames, zeg maar de kleine plaatjes, een film is niks anders dan een aantal plaatjes achter elkaar. Je zou zelfs een boekje kunnen maken met allemaal wit papier. En dan maak je allemaal tekeningetjes achter elkaar. En als je dat zo als een paar kaarten laat voorbij komen, dan zie je zeg maar dat die plaatjes een beweging in zich hebben. Nou, dat is een film is niks anders dan plaatje. En tussen die plaatjes zit tijd. En ik geloof dat de meeste camera's die zitten met 27 fps of 24 fps en frames. Dat zijn plaatjes per seconde. Oké, dus als je die plaatjes één voor één pakt, dan zie je dus van, dus er zit zeg maar 1/27 seconde tussen of 1/24 seconde. Op die manier kun je je tijd dus bijhouden. Als je nog eens een keertje gaat kijken naar dat filmpje, waren een paar dingetjes die toch wel belangrijk zijn als je zo'n filmpje gaat maken, Boele. Dus namelijk, je moet je hele onderwerp zien. Dus je zag eigenlijk dat beeld, dat was zover dat je dit kon zien. Je hebt een schaal, dus je beeld moet je zien. Er is een schaal. Wat was er nog meer? Je hebt een duidelijke achtergrond. Dus als ik hier een zwart balletje zou laten vallen, nou, dan heb je er niks aan. Dus die achtergrond die moet je goed maken. Ja, als het een feestje is, zie je wel eens van die, op Facebook zie je van die filmpjes. Mensen hebben dan behoorlijk wat ingenomen. En dan zie je die camera, die zie je helemaal schots en scheef. Dat is echt niet de bedoeling. Als je echt wil meten, dan heb je dus een stilbeeld nodig. Of een statief. Zeg maar gewoon zo'n ding wat daar staat. Waar ik mee film. Nou, er zijn nog een paar andere dingetjes die je kunt bedenken. Hoe verder je weg gaat staan, hoe minder last je hebt van de vertekening omdat je dichtbij bent. Als je heel dichtbij bent, dan lijken de randen die lijken misschien iets korter dan als je zeg maar iets verder weg gaat. Je moet loodrecht ergens op filmen. Als ik die plaat zo heb en ik zou de film, ik zou hem zo filmen zeg maar. Nou, als ik zo kijk, dan is die bijvoorbeeld, gaan we even, weet ik veel, laten we zeggen dat dit 30 centimeter is. Maar als ik de camera zo laat kijken en ik draai dat bord, dan lijkt hij ineens niet meer 30 centimeter, maar dan lijkt hij ineens bijvoorbeeld 20 centimeter. Het heeft met een hoek te maken, dus je moet er loodrecht op filmen. Er was er nog eentje. Ja, eigenlijk zijn dit best wel belangrijke dingetjes. Een beetje normaal verstand van tevoren, van goh, wanneer zou mijn filmpje wel te gebruiken zijn en wanneer niet. Nou, dat is een beeldje. Ik heb zo meteen voor jullie een filmpje over een meisje wat gaat lopen. Nou, echt heel heftig. Het muziekje wat eronder zit is best wel leuk. Maar je ziet dus eigenlijk iets gebeuren. Niet alleen zie je dat als wij lopen, dat we dan eigenlijk iets heel vreemds doen. Je ziet dat bijvoorbeeld al als je hier zo van de gang naar domein 13 zou lopen. En je zou echt focussen op dat raam en de rand van het gebouw wat je kunt zien. Terwijl je dus aan het lopen bent, zie je dat eigenlijk dat gebouw wat achter het raam zit, dat is zo aan het bewegen. De ene keer zul je de rand wel zien, de andere keer zit hij precies achter de vensterrand. En dat is heel gek, want gebouwen die bewegen over het algemeen niet. Maar als jij loopt, dan ben je eigenlijk heel overdreven, je bent dit aan het doen. Hè? Nou, dat zie je eigenlijk heel leuk, want dat meisje dat heeft een stap. Als ze zo staat, dan is haar hoofd hier zo en dan gaat ze naar beneden. En je ziet er eigenlijk zo'n golfbeweging maken. Aangezien ze op de vaste snelheid loopt, zie je de ze maken in dit geval maken ze allemaal fotootjes. En dan zie je echt op gelijke afstand zie je van elkaar afzitten. Dus dat is de manier waarop je kunt video meten. Je weet wat de tijd is tussen die plaatjes. Je weet of je schat ongeveer dat ze een bepaalde lengte heeft. Misschien is ze wel 1,60 meter of zoiets. Nou, als dit 1,60 meter is, dan zou dit precies ook 1,60 meter zijn. En op die manier kun je die tijd tussen de plaatjes gebruiken. En je kunt die afstand die ze heeft gelopen, nou,
afstand gedeeld door tijd, meter per seconde. En zometeen gaan we nog een ander filmpje kijken en dat is namelijk met de Mythbusters. En die gasten die vragen zich af, als je naar Star Wars kijkt, ja, dan zie je soms van die lui, die zitten achter een muurtje, die kijken zo. En die zien dat er een van die troopers, die schiet dan een laserstraal af. En die zien dat die laserstraal op hen afkomt en dan doen ze even zo. En die laserstraal die stuit ergens op, maar niet op hun. En hun vraag is van, goh, als dat zo is, als die laserstralen dan te zien zijn, zou het dan ook werkelijk zijn dat die dingen met de snelheid van het licht gaan? Dus zij gaan dat opmeten en dan komen ze tot een wel verrassende conclusie. Nou, waarom wil ik dit allemaal aan jullie vertellen over dat videometer? Waarom is dat überhaupt erin gezet? Nou, het is namelijk zo dat heel veel dingetjes die we, heel veel bewegingen die we gaan meten, bijvoorbeeld je zit in een stadion en er gaat een bal worden, je krijgt een ontzettende trap, daar kun je heel veel metingen aan verrichten. Alleen het probleem is dat het echt heel lastig is voor ons om dat gewoon zo te doen, dus daarom heb je een camera nodig om stil te zetten. En dat is weer heel saai, heel veel werk om te doen. Gelukkig, en nu komt die, hebben we iets, dat is een programma. Een programma dat heet Coach. Coach. Eigenlijk wat je doet is, je laat dat filmpje op een bepaalde format. Ik geloof dat een AVI.AVI filmpje is, dat kennen jullie denk ik wel. Dat laat je in die computer. En dan vertel je tegen die computer van luister, dat gekke ronde voorwerp, dat is de bal. En ik wil heel graag dat je de loop van die bal gaat volgen. En dan zal die zo af en toe zal die een beetje een misser hebben. Dan zal hij misschien het gezicht van iemand uit de tribune pakken als bal. Nee, dat is niet goed. Maar als het goed is, kan hij bijvoorbeeld dit soort grafieken voor je maken. Dat hoef je dan helemaal zelf niet te doen. Het apparaat doet het voor je. Het scheelt je een hoop werk. Misschien ben je ooit wel eens bezig geweest met een potje met warm water. Wat dan af ging koelen. Of misschien juist dat die warmer ging worden. Elke minuut moest je de temperatuur nemen. Nou ja, dit is wetenschappelijk onderzoek, maar doodzaai natuurlijk. Ja, nu, zoveel graden. Echt, dan zit je 30 minuten lang. Boring. Stel je voor, je haakt dit ding aan die computer die dat voor je doet. Jij gaat lekker, ik weet niet wat doen. Lekker naar de Albert Heijn, zak chips kopen. En die komt terug, het werk is gedaan. Gaan we. Hij maakt alleen je huiswerk niet voor je. Wanneer ga je dit bijvoorbeeld gebruiken als je volgend jaar met PWS bezig gaat en zegt van joh, ik wil echt iets gaan meten. Ik wil eigenlijk heel veel metingen doen aan iets en die metingen die ga ik met elkaar vergelijken. Dan ga je dat zo nauwkeurig mogelijk doen en dan ga je dat programma kunnen gebruiken. Hoeft niet, mag wel. We hebben het in ieder geval hier op school. Dat wilde ik jullie vertellen. Dus dit is eigenlijk het deeltje videometen. Ik ga jullie nog een klein stukje vertellen over hoe je straks moet afronden. Even een voorproefje op paragraaf 2.5. Hoe gaan we afronden? En ik heb een paar voorbeeldjes voor jullie neergezet. Ik geef deze eventjes weg. Maar misschien weet je nog van vroeger dat je zeg maar bij een toets zat en dan ging je aan de persoon daarvoor vragen van hoeveel decimalen moet ik afronden? En die vraag is nog niet beantwoord denk ik. Want toen zeiden we, weet je wat, doe maar 2. Maar er zit een heel verhaal achter. En dat verhaal dat is een heel lastig verhaal. En het is zelfs nog lastiger om het te accepteren. Het heet significantie. En ik heb vaak discussies met mensen die echt boos worden. Die zeggen, ik vind significantie hartstikke stom. Oké, ik begrijp het helemaal. Maar er zit wel een heel belangrijk verhaal achter wat zelfs met geld te maken heeft. Als je significantie niet goed hebt, of je de keurigheid niet goed hebt, dan ga je dingetjes maken die gewoon niet passen. Dan kun je je producten weggooien. Maar laten we eens even kijken. We beginnen even met de wetenschappelijke notatie. De notatie. En eigenlijk is dat niks anders dan dat je zegt van iets, comma, iets en dan punt 10 tot de iets. Ja, dat is, ja, en er zijn mensen die zeggen dan x, y keer 10 tot de z of weet ik veel wat. Maar als ik bijvoorbeeld 1,5 keer 10 tot de 7. Nou, dit is prachtig in wetenschappelijke notatie neergezet. Heel vaak zet je
een komma neer. Voor die komma zet je een getal neer. En sommige mensen zetten daar een nul neer, maar heel, het is nog mooier als hier een, zeg maar, een niet-nul getal. Dus 1 tot en met 9. Dan een komma. En dan zet je hier, afhankelijk van hoe je je moet afronden, zet je hier 1, 2, 3, 4 of soms helemaal niks neer. Ja. En dan om de zaak een beetje goed te maken, zet je hier nog 10 tot de 7. Dus als ik zeg van ik ga 1, 5, 0, 0, 0, 0, ga ik opschrijven in de wetenschappelijke notatie. En ik wil maar 2 cijfers hebben. Dan teken ik even die komma die hier niet wordt opgeschreven. Denk hier even bij. Zeg ik van nou, dat ding dat gaat 1, 2, 3, 4, 5 naar voren. Dus als ik 1,5 neerzet, dan ben ik hartstikke aan het liegen. Dus ik moet hem even, mijn leugen moet ik weer even goed maken. En dat is namelijk die 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dus eigenlijk vertel ik hiermee dat die komma 5 plekjes officieel naar achteren moet. Oké, dus dat is de wetenschappelijke notatie. Dan ga ik deze even wegvegen. En ik ga gewoon 1 tot en met 9 opschrijven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En ik ga ergens een komma neerzetten. Heeft iemand een voorkeur? Tussen de 4 en de 5. Tussen de 4 en de 5. Oké, mijn vraag zal zijn: hoeveel cijfers zit hierin? Het aantal cijfers, hashtag cijfers, aantal. En ik ga jullie ook vragen het aantal decimalen. Oké, wie mag ik, Emmet? Mag ik je vragen, volgens jou, hoeveel cijfers zit hierin? Het is gewoon 9. En decimalen? 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Okay. Super. Oké. Okay. Nou doe ik eventjes. Vroeg naar bed. Gelukkig weekend. Ik doe eventjes bijvoorbeeld dit. En ik doe eventjes dit. Heb ik helemaal zelf bedacht. Als jij zegt van nee, ik wil hier een rondje. Of ik wil een sterretje. Of weet ik veel. Dan. Prima. Maar om eventjes het verschil te maken tussen zeg maar dat ik met cijfers en decimalen bezig ben. Oké. Okay, zover. Je denkt, jongen, was het altijd maar zo makkelijk. Oké. Okay. Stel je nou voor, jullie kennen 4 bewerkingen sowieso. Als we wortel trekken en dat soort dingen weglaten. We hebben plus, min, die lijken een beetje op elkaar. En we hebben keer en gedeeld door. Toch? Plus procent. Ja, oké. Jij weer. Heel goed. even kijken, deze twee die zijn een beetje familie van elkaar en die zijn ook een beetje familie van elkaar. Hè? Weet je, als je vroeger was er iets met meneer Van Dalen wacht op antwoord, kennen jullie dat? Ja. Dat zijn de voorrangsregels van wat je eerst doet. Dus nu ga ik jullie vertellen dat als je gaat afronden, je hebt je antwoord helemaal klaargemaakt, dat je deze als één familie gaat behandelen en deze als één familie. Nou, families die zijn allemaal anders, zeg maar. De een houdt van aardappelen en groenten en dergelijke, en de ander houdt van rijst. En, nou, deze, die gaat dus eigenlijk, dit is de familie driehoek en dit is de familie rechthoek, vierkant. Zijn er 2 verschillende regels. Deze kijkt alleen maar naar de decimalen. En deze kijkt alleen maar naar de cijfers. Nogmaals, er zit een logisch verhaal achter, maar het logische verhaal is heel lastig om te accepteren. Dus ik ga jullie eerst zover krijgen dat jullie gewoon een trucje gaan uitvoeren. En als jullie dat trucje hebben uitgevoerd en naar me toe komen, dan, ja, moet ik me toch eens uitleggen waarom dat trucje zo is. Nou, prima, dan ga ik de hele tijd voor nemen. Maar eerst wil ik graag dat jullie dit toppie, de boppie goed hebben. Decimalen. Stel je voor, ik ga optellen. En ik ga bijvoorbeeld weer deze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En ik gooi hier een komma achter. En ik ga bij deze, weet je, ik begin hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ik ga die twee dingen bij elkaar optellen. Dan komt hier een antwoord uit waarbij ik alleen geïnteresseerd ben. Ja, ik ben wel geïnteresseerd in de waarde, maar ik ga hem ergens afronden naar decimalen. Optellen, aftrekken. Ik kijk naar de decimalen voor mijn afronding. Deze heeft 1, 2, 3, 4. 4 van die units. En deze heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, dan kijk ik altijd bij het afronden naar het minste. Het minste wint. Het minste aantal, het kleinste aantal wint. Dus mijn antwoord hier moet ook, nou, 4, 6, 4 hebben. Nee, waarom? Nee, ik zei, ik ga je niet vertellen waarom. Ik ga je tot nu toe zeggen van, doe het zo. Ja? Dus even die denkknop, die mag je even uitzetten. We gaan naderhand, gaan we gewoon. En naderhand gaan we denken, oh shit, daarom is het. Oké, laten we even optellen. Even een ander kleurtje stift. 9, 8, 6, 5. Ja, dan komt hier 8, dat is 3, dan 1, dan, nou, dan komt de rest, komt hier ook. Die laat ik even voor wat het is, maar ik ben geïnteresseerd in hoe ik hem moet afronden. Dat is eigenlijk de truc. Dus we willen 4 van die kringen hebben. Ik wil er 1, 2, 3, 4 hebben. Dan ga ik hier mijn hakstreep neerzetten, maar ik mag hem niet zomaar hakken. Ik mag niet zomaar zeggen, komma 1, 3. Oh, sorry. Ik zet hem op de verkeerde plek. Ja, zodra jullie moeilijk beginnen te kijken, denk ik, shit, ik heb weer iets verkeerds gedaan. Nee. 1, 2, 3, 4. Daar gaan we hakken. 5, 6. Nou, je kijkt nog even naar het laatste cijfer. Heeft dat effect? Moet hij omhoog? Of moet hij omlaag? Dan het is ja, hij moet omhoog. En wat die 9 doet, interesseert me niet. Alleen deze, direct na de hakstreep, is belangrijk voor omhoog of omlaag. Ja. Wil je dan niet dat je de 9 omhoog doet en dat de 8 en 9 wordt en dan? Nee. Gewoon, hoppakee, die is volledig niet meer belangrijk. Ja. Ja. Oké, dus optellen. Decimalen. Minste wint. Je zet de hakstreep en je kijkt of die omhoog of omlaag wordt afgelopen. Ja, dan. Als dan een 3, 9 was geweest, dan ging dan naar beneden. Ja. Als dit een 3-9 was geweest, 3-9, doen we weer 9. Je hebt er niks mee te maken, want jij staat lekker niet naast de hakstreep. Dan is 3 gaat naar beneden, dan had dit een 6. Yes? Oké, zijn jullie klaar voor vermenigvuldigen en delen? Oké. Nou, doe ik gewoon hier delen. Delen, ik heb... 20,00. Keer 50,00 is wie? 2,00. Wat zeg je? 1000,00. Oké. Hey, aardappelen en rijst, hè? Dus deze hebben een andere truc. Die gaan kijken naar de cijfers. Die zeggen, hier zijn 4 cijfers. Hier, dit zijn er ook 4. Dus mijn antwoord is ook in ieder geval de minste van de 2 hebben, 4. Ja? Van 1, 2, 3, 4. Yeah, niks meer aan doen. Oké, we gaan we komen op stoom. We doen 20 keer 50. Is 1000. 10,1000. Maar dit zijn er 2. En dit zijn er ook 2. Dit zijn 0. Wetenschappelijke notatie is het oplossen. Ja. Dus deze gaan we opschrijven als 1,0 keer 10 tot de... Wat mag het? Ja, 3. Ja, moet dat. Maar is dan... Ja! Maar doe je dan niet 10?
1,5? Ja, sommige mensen schrijven dit op 10. Mag dat? Nee. Nee, maar dan krijg je 10 tot 10. Ja, in principe is het nog steeds goed, want ik heb hier 1, 2 significante cijfers. Waar worden natuurkundigen blijer van? En hier... Oké. Okay. Ja, de volgende. Deze. Nog een andere. We gaan ze eventjes doen... 2 keer... 50. Oh, wacht even. Ik ga deze weghalen, want ik wilde eigenlijk zien 1,0 keer 10 tot de derde. Wat staat hier? Wat zou hier moeten staan? 100. Dan 1,0 tot de macht. 100. En eigenlijk moet dat richting? 1,0 tot de macht. Nee, want dat is 2. 1,0, dat is 2. Deze is Uno. De minste wint. Dan zou je 0,1 keer 10 tot de derde. Je hoeft niet per se met die komma te lopen. Je hoeft dat niet per se. Je mag ook zo doen. Ja, dan 1 keer 10 tot de tweede. Oké. Okay. Maar het staat gewoon hetzelfde als je 1,0. Ja, maar het staat gewoon hetzelfde. Ja. Maar, nu, ik wil eigenlijk naar deze. Ik wil naar 1 significant cijfer. En deze is 2. Dus ik moet met deze moet ik iets doen om hem ook naar 1 significant cijfer toe te brengen. Dit is namelijk met die wetenschappelijke notatie met 10 tot de zoveel. Dat is eigenlijk een truc om, om zeg maar die extra nullen zeg maar even weg te halen. Oké, okay, het betekent namelijk wel iets, maar dat ga ik jullie nu even niet vertellen. Maar zou je nu ook 0,1 keer 10 tot de derde kunnen doen? Ja. Ja, dat zou kunnen. Want je brengt, oeh, je bent geweldig. Je brengt me nu op het volgende. 0,00. 0, 1, 2, 3, 2. Keer 10 tot de vierde. Keer 0,00050. Ik gooi nu gewoon direct heel veel op jullie. Dat weet ik. Is gelijk aan. Wat zeg je? 2 keer 50. 50. Dus 2 keer 50. Maar hoeveel significante cijfers zit hierin? Ik hoor mensen zeggen 2, hier. Maar ik tel toch wel degelijk. 1, 2, 3, 4, 5. Dus wie heeft gelijk? Is het 2 of is het 5? Ook geen 2. Nee, het is geen 2. Is het niet 1? Oké, okay, dus 2 was sowieso niet goed. Nee. Hoeveel is het dan? Is het niet 1? Is het niet 1? 1. Ja, waarom? Want ik kan gewoon... Jongens, ik kan hier zo verschrikkelijk veel nullen instoppen. 0, 0, 0, 0, 0, 0. De waarde blijft nog steeds 2. Ik moet alleen hier zo met dit getalletje wat doen. Toch? Dus die nulletjes die ervoor staan... Die hebben geen waarde, behalve als ik hier stiekem een 1 of een 2 of iets dergelijks neerzet. Maar dan mag ik er ook niet zomaar allerlei nulletjes tussen zetten. Als dit een 0 is, ja, die voorloopnullen die hebben geen waarde. Dus hier heb ik 1, daar heb ik er 2. Dus mijn antwoord moet weer eentje teruggeven. Hier, kom je. Kun je een beetje Frans? Zeg het dan maar gewoon in het Nederlands. Nee, laat maar. Nee? Tim? Wat? Uno? 1? 1. Dat is Frans voor... Ja, Uno, dat is... dat is een spel. Uno is een spel. Ja, ook. Oké. Deze heeft eentje, deze heeft 2. De minste wint. Maar wat, waarom, is waarom heeft die andere 2? Omdat die 0 telt niet mee, die 0 niet, die niet, die niet. Deze wel. Want die 0 achter de 5 telt. Wat? Ja, maar het gaat toch gewoon die komma die daar staat, die gaat toch gewoon 4 stapjes verplaatsen? Ja, dus dat is. Deze komma? Dus 1, 2. Dus dan komt die komma tussen 5 en die 0. Ja, maar. Die 0 mag je dan weg. Die 0 die erachter staat. Die 0 die erachter staat, die ga ik gewoon gebruiken.
Maar ervoor, het is die 0 die ervoor staat. Dus, is niet goed. Die telt niet mee. Maar 0 erachter. Hé, dus ik heb 2 dingetjes verteld. De 0 ervoor, de 0 erachter. Dus ons antwoord zal ook weer hier, zeg maar, 1 hebben. Dus even kijken, ik had hier 4. Dus 1, 2, 3, 4. Dus eigenlijk ben ik 5,0 keer 2 aan het doen. Ja. Is 10. Dus 1 keer 10 tot de 1. Oké, okay, denk jullie... Dan mag je gewoon die 10 opschrijven. Omdat het minste wint. De minste wint. Ja, maar 1 decimaal. Ja, maar 1 getal. Ik zag bij die 1, bij 2 is maar 1 getal. Minste wint, dus hij moet maar 1 getal zijn. Oké. Okay. Oké. Okay. Weet je nog dat je vroeger hebt leren fietsen? Nee. Ja. Nee? Nou, als je leert fietsen is er 1 regel. Blijf trappen. Nou, eigenlijk blijf sturen bij mij, maar... Oké, okay, stuur rechtdoor. Dat zijn 2 regels. Oké, okay, doe je dat niet, dan... Oké, okay, niet nadenken. Doen. Dus nu even eens niet nadenken doen. Dus ik waardeer het wel dat je wilt nadenken. Dat is echt waar. Soms... Maar deze ene keer alleen zeg ik van, doe even niet nadenken. Krijg het even in je systeem. En dan gaan we naderhand, ga ik je vertellen van, jongens, dit zit erachter. Dit is de hele wereld. En dan denk je, hey, het zit al in mijn systeem. Dus beter ga ik het nu begrijpen. Als ik het andersom doe, wordt het niet. Dan ga je verzetten. Hey, donder op met die stomme regel, ik ga hem niet gebruiken. Oké. Okay. Er zijn nog een... Ja, ik heb met die nulletjes heb ik iets verteld. Soms zijn er gekke getalletjes. Dan zie je staan bijvoorbeeld 1 of 24 uur. En dan denk je, hey, dit zijn er maar 2, hè. Maar eigenlijk is... Bij sommige het zijn geen spreekwoorden, maar woorden die je zeg maar in de spreektaal gebruikt. Nee, het is 24 uur of het was 1 heel jaar. Dan zeg ik niet van het is een jaar en misschien een heel klein beetje. Dan zeg ik gewoon 1 jaar. Het is 1, eigenlijk is het 1 compleet heel jaar. Dus 0,00000. Dat vertel ik je eigenlijk dat het 1 mega jaar is. Dat het niet een beetje meer of minder is. Of 24 uur, het is 24... Dus eigenlijk heb je oneindig veel nullen. Dus de significantie is oneindig. En dan hoef je dit dus niet te zeggen van, oh, dit is 1. Of dit is er 2. Dit is lastig. Hoe haal je dat in vredesnaam uit de tekst? De ene keer is het wel gemeten. De andere keer is het niet gemeten. Dan definieer ik het gewoon voor je. Zeg ik, joh, ik ben 24 uur lang ben ik bezig geweest. Ja, dit is lastig. Dat zul je een beetje ervaring mee moeten krijgen. Oké, okay, kunnen jullie deze regel uitvoeren? Deze 2 regels. Ja? Aardappelen en rijst. Decimalen. En wil je andere dingen? Cijfers. Yes? Gaan we nu film kijken? Ja. Yes. Oké, okay, super. Okay, mag het uit? Ja, mag uit. Moet de video ook uit? Ja. Ja, anders zie je naar video van video te kijken.